Oftewel, er blijft niets over. Ik zeg ook niet dat het slechter wordt. Maar ik heb de berekeningen niet gezien waaruit je kunt opmaken dat het nieuwe stelsel koopkrachtiger zal zijn. En mijn vraag aan D66 is, noem mij twee of noem mij één rapport of één berekening waaruit je zou concluderen dat het gemiddeld gezien, want dat snap ik dat het een uitzonderlijk jaar is, maar dat het gemiddeld gezien het nieuwe stelsel leidt tot een koopkrachtiger pensioen dan het oude stelsel. Mevrouw Van Beukering. Ja, voorzitter, daarmee blijkt nu waar ik altijd heel slecht in was op school. Dat is het benoemen van namen en rapportages. Daar ben ik gewoon helemaal niet goed in. Mag ik daar ook op terugkomen in de tweede termijn? Ik kan ze wel opnoemen, maar ik heb dat gewoon niet paraat. Er zijn mensen die dat meteen paraat hebben. Ik heb dat niet, ik kan met de andere dingen heel erg goed. Ja, dank u wel, meneer Omtzigt. En u vervolgt uw betoog. Ik stel ook voor dat u...